van ziek zijn en welke lessen we te leren hebben. Hoe ik naar het lichaam kijk, is net zoals als je naar een televisie kijkt of naar een beeldscherm van een computer. En dat noemen we met een mooi woord een interface. Wat op de beeldscherm gebeurt, heeft niets te maken met de beeldscherm. De beeldscherm speelt alleen af wat er dus in de computer gebeurt. Dus als we naar een film kijken, dan staat de film ergens op een stukje hardware, een stukje geheugen. Maar wat er dus op het beeldscherm te zien is, daar zit weer een verhaal achter. Dus als we het lichaam zien als een interface, betekent niet dat het lichaam zelf niet het probleem is, maar wat achter het lichaam zit. Wat gebruikt het lichaam als instrument om aan ons kenbaar te maken dat er iets mis is. Nou, één ding kan zelf het lichaam zelf, er kan iets haperen, maar vaak is het ten gevolge van iets anders. Dus laat me het even duidelijk maken. De ziel bijvoorbeeld kan het lichaam gebruiken om ons te dwingen bepaalde lessen te leren. Onze onderbewustzijn, onze geloofsovertuiging, onze manier van denken, hoe we in het leven staan, kan stress veroorzaken, waardoor we lichamelijke klachten krijgen. Onze levensstijl kan ertoe leiden dat we klachten krijgen. De manier waarop we sporten, niet sporten. De manier hoe we denken over oud worden. En als je denkt bijvoorbeeld, als je ouder wordt, moet je rustig aan doen. Enzovoort, met de leeftijd komen klachten. Dat wordt jouw waarheid. En dat ga je dus ook beleven. Dus het lichaam is eigenlijk steeds ons eigenlijk boodschap aan het brengen dat van een ander niveau komt. Het kan zelfs zo zijn dat het lichaam een boodschap geeft van het hoge bewustzijn. Het kan ook zijn dat het lichaam een bericht geeft van een vorig leven. Men heeft ontdekt bijvoorbeeld bepaalde moedervlekken gerelateerd zijn aan dingen die gebeurd zijn in een vorig leven. Bepaalde ziektes kunnen voortkomen uit een vorig leven. Bepaalde dingen kun je ook ontvangen via DNA van je voorouders. Dus het is heel complex. En in de methode die ik heb ontwikkeld, de Omega Healing Methode, hebben we een systeem om eigenlijk te vragen of te ontdekken wat is de werkelijke oorzaak? Waar komt het vandaan? Komt het uit dit leven, vorig leven, vorige generaties? Komt het voort uit de voeding? Komt het voort uit de manier hoe we denken? Komt het voort uit, laat zeggen, elektromagnetische stress? Het kan van alles en nog wat zijn. Relaties kan bijvoorbeeld klachten geven. Bepaalde kinderen die weerspiegelen spanningsvelden in het gezin. Bepaalde ziektes zijn metaforen voor iets anders. Dus als je verstijft, kan het zijn dat je zoveel angst hebt in je leven dat je reuma geeft. Het klinkt heel simpel of het klinkt heel complex. Het is eigenlijk heel logisch. Als we weten hoe we dat moeten aanpakken, dan kunnen we de oorzaken vinden en dan heeft het zin om ziek te zijn. Ziekte heeft altijd te maken dat we iets moeten gaan veranderen in ons leven.